Mooi, hè? Hallo, mijn naam is Filip en je kijkt naar Op Pad met Filip. Een serie waarin we op bezoek gaan bij oprichters, founders. Mensen die van de grond af aan met hun eigen handen een organisatie helemaal van nul tot niets hebben gemaakt. En we gaan op bezoek bij hen thuis, in hun kantoor en we krijgen een kijkje in hun alledaagse leven en daarmee in hun ziel. En vandaag gaan we op bezoek bij Hans Ober van Ticketswap, ticketswap.com. Wat is Ticketswap? Dat is eigenlijk een winkel voor tweedehands kaartjes. Dus stel jij wil naar een concert van de toppers, maar je hoeft niet per se een nieuw kaartje, dan kun je bij hen ook een tweedehands kaartje kopen. We gaan met Hans praten en we horen meer over zijn bedrijf. Loop je mee? Deze kant op. Joehoe. Even kijken, ja. Hier. Kom. Zoals iemand dit soort van tutorial aanbellen bij Rokin 75, want dat is namelijk nog niet zo evident. Kijk, druk op de pijl en dan mag je dus zoeken naar wie je moet hebben. Dus we beginnen bij de A en dan moeten we naar Ticketswap. Ik ben nu bij de E. Ticketswap. Bel. De deur is open. Dat zul je dus altijd zien. Gaan we weer. A, B. De deur is open. Ja, inderdaad. Nu is hij open. Nu is hij open. Dank u wel. Kiekeboe. Welkom bij Ticketswap. Hey Hans. Goed. Heel goed. Welkom. Zal ik mijn jas even uitdoen? Ja. Oké, top. Ja. Hans, fijn dat we langs mogen komen. Ik heb natuurlijk al iets verteld over Ticketswap, maar misschien kan jij het ook nog even vertellen. Wat is nou eigenlijk Ticketswap? Ticketswap is een platform waar je tweedehands e-tickets aan elkaar kan verkopen op een hele makkelijke en eerlijke manier. Dus eigenlijk een marktplaats, alleen wij nemen de hele transactie van het ticket en van het geld uit handen. Daar zorgen wij voor en we maken dat ook super veilig. We staan hier in de keuken. En één ding in de keuken heeft altijd onze bijzondere zeg maar, interesse. En dat is eigenlijk het koffieapparaat. Zullen we even gaan kijken? Even naar het koffieapparaat? Loop maar even mee. Kijk, hier is het. Is dit een beetje een plek waar zeg maar, de gezelligheid ontstaat? Of hoe, Ja, de meeste interactie. Erbij, ja. Die vindt toch wel plaats via Slack. Ja, dus dat Slack. Dus de meeste gekkigheid gebeurt eigenlijk op Slack. Ja, ja? Oké. Okay. En digitale gekkigheid. Ja, en hier. Ja. Ja, meestal vrijdagmiddag. Je bent eigenlijk net te vroeg. Nou, we zijn nog niet weg hoor. Okay. Nee. Stimuleren jullie gezelligheid? Dat, want zeg maar dat Slack, dat klinkt niet per se gezellig. Ja, nee, we stimuleren gezelligheid sowieso. Hoe? Ja, hoe? Nou ja, we hebben altijd een koelkast vol met bier liggen. Dan moeten we even eventjes naar achteren. Moeten we even knippen plakken. Kijk. Zo! Tering, dat is wel inderdaad... Oh, pardon, dan moeten we er ook uitkomen. Kom maar. Oi, oi, oi. We zijn inderdaad net te vroeg. Kijk, nou... Ziet er wel gezellig uit. Ja, hey, maar Hans, work-life balance, vertel. Ja. nou ja, we hebben eigenlijk een heel ouderwets systeem en dat is de meeste mensen werken hier gewoon van 9 tot 6. Oh ja. We stimuleren het eigenlijk niet echt om over te werken, ja. Gewoon puur omdat iedereen zijn rust gewoon nodig heeft. Ja. Even wat live in de work-life, jongens. Hey, wat moet ik met die... Oh, dat is top. Dat kan ik mensen echt zien. Ja. Had ik niet verwacht. Hey, en dit is een beetje, dus zeg maar, dus al heel veel gedaan, zie je. Maar er is ook nog wel wat, niet zoveel meer, maar er is ook nog wel wat om te doen. Dat zie je hier. Wat is nou de, zeg maar, de grote uitdaging voor de business? Ja, internationaal tickets op in veel meer landen op de kaart zetten. Maar ja, dan kom je weer andere dingen tegen. Bijvoorbeeld in Duitsland heeft iedereen nog hardcopy tickets. En die willen ze mooi aan de koelkast hangen met een magneetje. Ja, oké. Okay. En dat hebben wij niet meer in Nederland. Nee. Leuk. Mogen we ook even meekijken hier of niet? Wat hier een vraag stellen? Ja. Hoi. Hoi. Gaat ie? Ja hoor, ik ben aan het typen en aan het praten gelijk als ik doe het. Oké, zal ik het typen anders even overnemen? Ja, als je wil. Mag ik iets zeggen? Mag ik iets typen? Ja. Oké. Okay. Dan koop ik deze. Ja. Lijkt me een goed plan, dan verdienen wij. Maar ik bedoel, daar zul je veel plezier aan beleven. Top, dankjewel. Zie je? Ja. Hey. Leuk. En nog even inzoomen. Hier, zie je? Dat was mijn emoticon. Cool. Zullen we
even naar dat hele vette logo daarachter. Dit is Frank. En dat is Ruud. Samen met Hans hebben ze allemaal een naam met één lettergreep. En zijn ze de oprichters van Ticketswap ook. Kom Hans, zullen we nog even naar een boardroom gaan? Ja, is goed. Even nog naar een boardroom. Dit is wel een mooi bankje om even op te loungen. Oh. Ja, het is eigenlijk het moeilijkste, maar dat is misschien ook wel weer de leukste uitdaging. Is mijn veranderende rol. Ja, en nu houdt het in dat ik moet zorgen dat iedereen gewoon zijn werk doet. Maar en blij is. We hebben inmiddels ook alweer managers. Ja. Dus ja, het klinkt heel suf en we wilden het plat houden, maar dat gaat op een gegeven moment gewoon niet meer. Nee. Als niemand verantwoordelijkheid neemt voor bepaalde functies, ja, dan moet je gewoon iemand op een gegeven moment aanwijzen en zeggen van nou, jij bent nu hoofdverantwoordelijk en jij zorgt gewoon dat de rest ook goed zijn werk moet doen. En die transities die zijn lastig, maar je ziet dat het uiteindelijk na een tijdje, als iedereen er aan gewend is, dat het daarna echt veel relaxter werkt. En zie je jezelf ooit iets anders doen en zo ja, wat zou het zijn? Nou ja, eigenlijk gewoon ondernemen. En Dat is wat ik het allerleukste vind. Problemen herkennen en die oplossen. En dat geldt intern en buiten. Dat is eigenlijk ook hoe Ticketswap is ontstaan. Uit een probleem, een behoefte die niet voldaan kon worden. Toen dacht ik, ja, er kan toch wel iets simpels voor bedacht worden. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, ja. Nou ja, zo moeilijk. Ja. Ik heb wel een beetje genoeg gelounged. Huh? Ik denk dat we tijd. Kijk, ik vraag hier nog een mooie, jongens. Hier, kijk. Dit is hem eigenlijk. Ja. He, die komt zo, het is bij vrijdagmiddag. Bijna tijd om een beetje met dat altijd werken te stoppen. Nu gaan we maar eens een beetje naar buiten toe. Maar het is nu ook wel een beetje mooi geweest, toch? Ja, het is nu wel mooi geweest. Je bent nu ook wel. Ja. Precies, ik ben onszelf nu ook wel een beetje zat. Hans, veel succes met Ticketswap. En wij gaan weer op pad. Ja. Doei. Ga je mee? Mooi, hè?